De 16-inch MacBook Pro was Apples laatste laptop die nog een Intel-processor had. En je kon dus al verwachten dat Apple vroeg of laat met een M1-versie op de proppen zou komen. Wat je misschien niet zou verwachten is dat ze het hele concept van hun laptop zouden veranderen en ook nog een 14-inch model toe zouden voegen. Maar dat is precies wat ze gedaan hebben en we hebben ze allebei getest. Wat meteen opvalt als je naar de nieuwe MacBooks kijkt, is dat ze wat lomper lijken dan de voorgangers. Ze zijn ook wat zwaarder, maar eigenlijk is dat helemaal niet erg. Want Apple heeft best wel wat kritiek gekregen op die steeds dunner wordende laptops. De koeling schoot bijvoorbeeld tekort, het Butterfly toetsenbord had veel problemen en enkel USB-C was niet handig. Dat is nu allemaal veranderd. Het Magic Keyboard is niet nieuw, maar de touchbar die is wel weg en dat werkt ook prettiger. Je hoeft niet meer boven je toetsenbord te kijken, maar je kunt gewoon blind de functietoetsen gebruiken en de focus op je beeldscherm houden. De aansluitingen zijn dus ook veranderd. USB-C is er nog wel, maar je hoeft geen kaartlezer meer mee te slepen. En MagSafe is terug van weg geweest en een extern scherm kun je gewoon via HDMI aansluiten. Wat wel gek is, is dat er HDMI 2.0 op zit, terwijl veel nieuwe laptops al HDMI 2.1 hebben. Gelukkig kun je ook USB-C gebruiken om een beeldscherm aan te sluiten en dan haal je wel 120 Hz op 4K. Als je de laptop vervolgens openklapt, dan zie je meteen twee dingen waar ik persoonlijk niet zo enthousiast van word, namelijk afgeronde schermhoeken en een notch voor de camera. En die kosten allebei schermruimte. In de praktijk blijkt dat wel mee te vallen trouwens. Het schermdeel onder de notch heeft namelijk een 16-10 verhouding. En het stukje erboven, waar de camera en de menubalk in zitten, zijn dus min of meer extra. En als je een window fullscreen maakt, wordt die ruimte ook niet gebruikt, waardoor je er in praktijk geen last van hebt. In die inkeping zit een camera met Full HD resolutie. En dat is een flinke verbetering. Want tot nu toe verkocht Apple, net als vrijwel alle andere laptopfabrikanten, systemen met een 720p-camera. Die resolutie van 1920x1080 is dus een flinke verbetering en dat zie je vooral omdat het veel meer detail oplevert. En we zijn nog niet klaar met het scherm, want Apple heeft de resolutie nog wat verhoogd. Dat is op zich niet zo heel spannend, want de MacBook-schermen waren al heel scherp. Maar wat wel heel cool is, is de mini-LED backlight met, op de 16-inch, 2554 dimbare zones. Om dat in perspectief te plaatsen, er zijn 32-inch high-end desktop schermen van €3500 en die hebben maar 2048 zones. Het zijn dus heel veel en samen met een helderheid van maximaal 1500 candela zorgt dat voor een echt indrukwekkende HDR-weergave. Apple heeft vervolgens ook nog eens ProMotion aan het scherm toegevoegd, waarbij de verversingssnelheid dynamisch tot 120 Hz kan schakelen. En dat is op dit moment een minder groot succes dan je zou verwachten. Het werkt namelijk nog niet in alle software, waaronder Safari. Dus dat soepele scrollen, dat kan je voorlopig nog even vergeten. Wat ook tegenvalt zijn de responstijden van het scherm en die zijn zelfs voor een 60 Hz scherm nog matig. Genoeg over de buitenkant, want over de hardware valt ook nog genoeg te vertellen. Apple heeft zijn eigen chips gebouwd voor deze laptops, de M1 Pro en M1 Max, en die zijn snel. Ze hebben maximaal 10 cores en kunnen zich in de meeste scenario's met de snelste AMD en Intel processors meten. Ten opzichte van de gewone M1 is de snelste M1 Max 60% sneller en de M1 was al niet langzaam. Het verschil tussen de M1 Pro en Max zit hem in de GPU. Die GPU zit met de CPU geïntegreerd in de SoC en ze delen LPDDR5 geheugen. Daardoor kunnen CPU en GPU heel efficiënt samenwerken. En hoe snel is die GPU dan? Nou, toen de nieuwe MacBook Pro geïntroduceerd werd, werd de M1 Max vergeleken met een RTX 3080. En in specifieke gevallen kan de Max zelfs sneller zijn dan een 3080. Maar dan moet je wel die specifieke software draaien die voor de GPU geoptimaliseerd is. Als we een game draaien, dan is de M1 Max in het beste geval te vergelijken met een RTX 3060 en de Pro met een 3050. Dat is geen 3080 niveau, maar nog altijd niet slecht. Vooral ook omdat je de fans nauwelijks hoort, want Apple heeft de chips wel heel efficiënt weten te maken.
Ondanks die efficiëntie valt de accuduur eigenlijk nog tegen. De 14 inch heeft een accucapaciteit van 70 wattuur en de 16 inch zelfs van bijna 100. Dat is meer dan de accu's van de oudere M1 MacBooks en daarmee haalden we tijdens browsen een accuduur van maximaal 19 uur. Bij de nieuwe MacBooks blijven we helaas rond de 13 uur steken. De nieuwe MacBook Pro's zijn dus niet perfect, maar Apple heeft enorm veel verbeterd. Voor de Apple-gebruiker begint dat bij de praktische rapporten, het weghalen van de touchbar en de betere webcam. De M1 was al snel, maar de Pro en de Max doen er nog een schepje bovenop. CPU en GPU zijn bloedsnel, vooral als de software ervoor geoptimaliseerd is. En tot slot is de kwaliteit van het scherm indrukwekkend. En je hoeft dan ook geen Apple-gebruiker te zijn om enthousiast te worden van deze hardware.